bij weer een nieuwe Cardano News Update. Blijf in de toekomst op de hoogte van alles omtrent Cardano door je te abonneren op ons kanaal. Vind je deze content leuk? Delegeer je dan via de Bitbal Cardano Stakepool. Ticker BitB. Laten we snel beginnen. Vandaag gaan we het eens hebben over wat anders dan dat jullie misschien gewend zijn op dit kanaal. We gaan namelijk eens hebben over prijs. Normaal gesproken op dit kanaal behandelen we alleen de fundamentele updates op het Cardano netwerk. Dus behandelen we onder andere alleen van wat voor ontwikkelingen er zijn op technisch vlak en binnen de community, binnen de ontwikkeling van de blockchain. Maar de afgelopen maanden heb ik enorm gemerkt dat er veel onrust is bij mensen die investeren in Cardano over de prijs. Deze grafiek zegt dan ook het verhaal van de afgelopen maanden. Zo zie je dus dat we van september vorig jaar van een all-time high van $3.10 volledig zijn afgezakt met 86% naar beneden naar een prijs van rond de 43 cent vandaag. Ik ga geen advies geven over investeringen, over kopen, verkopen, noem maar op. Wil je investeren in Cardano, dan adviseer ik om onderzoek te doen naar de fundamentele aspecten van Cardano en niet zozeer de prijs en vanuit daar dus je afweging te maken. In deze video gaan we het verder eens kijken van wat vertelt het verhaal van deze prijs nou? En is dit iets om ons zorgen over te maken? En dit gaan we koppelen aan een aantal fundamentele aspecten die een paar nieuwsberichten die op dit moment in Cardano spelen. Dus welke ontwikkelingen zijn eraan te komen? En laten we daar eens wat verder op ingaan. Tot een paar maanden geleden waren vele mensen er nog van overtuigd dat we nog steeds in een bull market zouden zitten. En dat betekent dus in een bull market dat de prijs omhoog gaat. In een bear market betekent dat de prijs naar beneden gaat. Echter is al enkele maanden duidelijk, dat zeker dat we al een lange tijd in een bear market zitten. Eigenlijk al sinds een jaar, sinds all-time high. Eigenlijk sinds all-time high van Bitcoin, sinds november ongeveer, dat dit een bear market is. En in een bear market is een stuk saaier dan een bull market. Want een bull market, er zijn er al meerdere geweest, maar twee die voornamelijk veel aandacht hebben gehad. Eentje was dus van afgelopen jaren, waarin dus ook Bitcoin een nieuwe all-time high haalde, maar ook Cardano. En natuurlijk de bull market van 2017, 2018. En het mooie is, als we kijken naar deze grafiek, kunnen we ook eens wat verder gaan inzoomen op het verhaal van toen. De munt van ADA is toen kort geleden pas gelanceerd in 2018. En wat we toen zagen is dat dus de prijs van ADA een enorme vlucht omhoog nam. En toen een all-time high van 38 cent inzetten. En daarna is gaan zakken en dus dat er daarna voor een lange periode, een periode van, van september 2018 tot aan juni 2020, dus van 2 jaar lang, dat de prijs eigenlijk nooit boven de 10 cent is uitgekomen en voornamelijk ook ver daaronder zelfs. Dus met andere woorden, dit is dus niet de eerste keer dat dit gebeurt en verwacht dus ook zeker geen vuurwerk op dit moment. In de afgelopen periode hebben veel mensen natuurlijk voor de fossiel hardfork verwacht dat we een enorme pump zouden gaan krijgen in de prijs. Maar dit is dus niet zo gebleken en dit is ook dan niet direct problematisch. Dan is dus de vraag van, is het dan een goed moment om wellicht Cardano te kopen? Ja, dat mag je helemaal voor jezelf beslissen. Wij gaan ons voornamelijk in deze video richten op wat er aan zit te komen in het Cardano netwerk. En dan kun je zelf dus een besluit maken van, is het eventueel een goed moment om in Cardano te investeren wel of niet? Want de prijs van Cardano van vandaag van $43, wat zegt ons dat nou zo? Wat zegt ons dat nou? Ik bedoel, alle crypto assets en eigenlijk alle markten zijn op dit moment enorm ingezakt. Maar het leuke is, als we kijken naar van wat voor potentie zit nou in Cardano, is eigenlijk de enige wat we kunnen doen, is een vergelijking maken met andere assets. Dus als we nou hier bijvoorbeeld, dit is dus de website apemarketcap.com. En als we dan daar Cardano invoeren en deze gaan vergelijken met bijvoorbeeld Bitcoin. Dan zien we dus wanneer Cardano een market cap zou hebben van Bitcoin, zouden we het hebben over $11.31 Cardano. Ik zal even kort market cap nog even uitleggen. Want dan kijken we even naar de website van CoinGecko. En dan zien we bij elke asset die hier staat genoteerd een marktkapitalisatie. Dat houdt dus in dat het totale aantal in Bitcoin geval, totale aantal Bitcoin tegen de prijs van Bitcoin krijgen we dus een totale waarde van een munt, als het ware.
Voor Cardano kunnen we precies hetzelfde doen. Dus de koers van 43 cent ten opzichte van het aantal munten dat op dit moment in omloop is. En dat hebben we dus over 33,8 miljard. Komen we dus op een market cap van 14,6 miljard dollar. Dus ja, wanneer we dan in dit geval dus de market cap van Bitcoin delen door de market cap van Cardano, dan kom je dus uit op een vermenigvuldiger. En die tegen de prijs van Cardano afzetten, kom je dus tegen de prijs van 11,31 euro. Dit is dus ten opzichte van Bitcoin in een lage bear market, dus ook met een lage Bitcoin. Ja, en dit zegt ons dus wel iets over eventueel wat het potentieel kan zijn van Cardano. Ja, wat we hier zien, deze market cap van Bitcoin. Want hoe realistisch is deze nou ten opzichte van andere assets die we kennen? Want wat gebeurt er nou als we nou bijvoorbeeld de market cap van Cardano afzetten tegen de market cap van Google? Dus dan hebben we het niet meer over crypto, maar dan hebben we het dus over Google. En dan hebben we het nu ook gewoon gelijk over of je daadwerkelijk gelooft in de use case van crypto. Als je crypto goed begrijpt en je ook onze video's op ons kanaal hebt bekeken en je snapt wat blockchain is, wat smart contract is en op welke manier we door middel van crypto alles kunnen gaan decentraliseren. Eigenlijk bijna alles wat je kan bedenken, alles wat we kunnen gaan decentraliseren, maar ook gaan digitaliseren. Dus het gaat om finance, et cetera. Dan moet het dus mogelijk zijn, als dit dus lukt, als het ware, om de market cap bijvoorbeeld van een partij als Google eventueel te kunnen evenaren. En dan zie je dus dat wanneer Cardano de market cap zou hebben van bijvoorbeeld de aandelen van Google, heb je het over een 90 keer, dus over een $38 Cardano. Als we dan eens doorkijken naar bijvoorbeeld Apple, dan zien we dat wanneer Cardano de market cap zou hebben van Apple, heb je het over een Cardano prijs van $68,67. En als allerlaatste, als we dan eens vergelijken met bijvoorbeeld de goudmarkt, dan heb je het over één Cardano prijs van $331,45. Ja, het is aan jou om te bepalen of jij genoeg vertrouwen hebt in Cardano of in crypto in het algemeen dan voornamelijk om te denken van, nou ja, kan Cardano of een andere of Bitcoin of een andere munt op een bepaald termijn in de toekomst de market cap van bijvoorbeeld goud gaan matchen. Ja, dat is even wat onderzoek waard. Daar ga ik nu even niet te ver op in, maar we hebben genoeg video's en uitlegvideo's op ons kanaal staan over wat waarbij je dat misschien kan helpen om wat beter idee te krijgen over wat nou de uiteindelijke use case is, dus de uiteindelijke doel van crypto en op wat voor manier crypto als het ware deze volledige markten zal gaan opslokken in de toekomst, naar mijn idee. Dus dat is mijn mening. Dat is dus niet iets wat als waarheid kan worden beschouwd, maar dat is wat ik zelf denk. Dus ja, ik wil geen prijsspeculaties gaan doen, maar ik wil je even een idee geven van hoe klein we nog zijn en hoe vroeg we nog steeds zijn. Ook al is crypto natuurlijk in de meeste gevallen in de volksmond al wel wat bekender aan het worden. Maar hoe vroeg we nog zijn in ons ecosystem en in hoeverre zaken nog in ontwikkeling zijn. En over deze ontwikkeling gaan we nu wat meer vertellen. Want dan komen we eigenlijk gelijk pas uit bij het eerste echt nieuwswaardige feitje van deze week. En dat is dat Charles Hodgkinson deze week weer een nieuwe video heeft gepubliceerd over de toekomstplannen van Cardano. Deze is ook te vinden op zijn kanaal onder Let's Talk Basho. Basho is dus het vierde era in het Cardano-netwerk. En deze video gaat dan voornamelijk naast Basho ook over het Voltaire-era. Om te beginnen geeft Charles een overzicht van wat er op de korte termijn staat te verwachten. We praten dus nu momenteel over het Voltaire-era en het Basho-era. Zo zagen we in de Vasil Hard Fork onder andere dat pipelining live is gegaan. Dus een enorm een improvement in de throughput van het netwerk. En daarnaast dat de improvements in Vasil zijn er dus. We hebben Vasil versie 2 hebben we dus geïntroduceerd. Plutus versie 2 geïntroduceerd, waarmee de scripts ook efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast staat Mithril op de planning. Mithril hebben we dus ook al eerder besproken en dat gaat dus om het realiseren van snapshots als het ware, waarmee we gedecentraliseerde light wallets kunnen gaan maken. Momenteel maakt de meeste mensen gebruik van een gecentraliseerde light wallet, net als Eternal of Yoroi. Maar door middel van Mithril kunnen we dat dus gaan decentraliseren.
En dat is enorm goed voor de decentralisatie, zeg maar, voor het netwerk. En als we dan hebben over decentralisatie, kunnen we de andere kant kunnen we ook het beste direct benoemen. Dat is namelijk het Voltaire era, wat eigenlijk staat aangegeven als laatste era in het Cardano, in de Cardano ontwikkeling. Maar echter zullen we vanaf nu gaan zien, dus na Vasil, dat het Voltaire era eigenlijk synchroon zal worden ontwikkeld met de Basho era. En dat komt er eigenlijk op neer dat we eigenlijk bepaalde governance instrumenten nodig hebben om die aantal zeer ingrijpende Basho-updates voor de toekomst goed te kunnen uitvoeren. En hier staat het dus, wat valt er dan onder Voltaire? Governance, MBO, dus Member-Based Organization, Constitution, SIPs, dus Cardano Improvement Proposals. Voornamelijk de MBO's gaat daarbij een grote rol spelen. En komt erop neer eigenlijk dat mensen kunnen we gaan bijdragen in het Cardano-netwerk als member tot de organisatie voor het, voor het besturen van de blockchain. En hier legt Charles dan ook uit van hoe Mithril werkt. Wordt dus als het ware wordt er een overlay gerealiseerd bovenop het layer 1 netwerk. Dus een layer 1x-ish, nummer 1.1 of noem maar op. Waarmee er dus als het ware proof certificates worden gerealiseerd. Waarmee mensen dus door middel van dus deze laag sneller met de layer 1 kunnen gaan communiceren. Mocht men op zoek zijn naar informatie op de layer 1. Waardoor dus niet een volledige kopie van de blockchain te hoeft worden opgeslagen. Zoals Charles het mooi uitlegt, gaat het eigenlijk om het concept van many to one. Many to one houdt in principe in dat we tools gaan leveren. Dus hoe we op een decentrale manier trustless kunnen blijven communiceren met de blockchain. Maar als het ware acties die we willen doen, net als bijvoorbeeld doen van 3 miljoen votes. Of ook als voorbeeld het versie 2 van Plutus. Doet dat in principe ook met reference inputs en reference scripts. Dus heb je daar nog niet niks van gehoord, kijk dan even een paar nieuwsvideo's terug. Want daar hebben we het al voornamelijk al veel over gehad. Maar het samenvoegen van acties en deze in één transactie naar de main chain te kunnen versturen. En dat dus eigenlijk ook de key is voor het doen van optimalisatie voor de blockchain, voor het verder opschalen van de blockchain. Daarna heeft Charles het over Hydra. Wellicht heb je er nog niet van gehoord. We hebben dit op dit kanaal in de nieuwsoverzicht er niet heel veel over gehad. Maar Hydra is als het ware een soort van layer 2. Die dus werkt door middel van Hydra Heads. Hydra is vernoemd naar een mythisch wezen met verschillende hoofden. En deze Hydra, maar de eerste versie van Hydra legt Charles uit, gaat voornamelijk over een DApp-embedded software. Dus een stukje software die DApp-ontwikkelaars kunnen verwerken in hun programma, dus in hun DApp, om daarmee dus de throughput van deze DApp enorm te gaan vergroten. Dus het gaat bijvoorbeeld om DApps die bijvoorbeeld enorm veel transacties doen en die dus deze software dus kunnen communiceren met de blockchain, maar echter deze transacties daarna wel kunnen gaan batchen, dus kunnen gaan samenvoegen en daarna naar de chain te versturen. Dit heeft dus enorm positieve effecten op de speed van deze DApps, dus de snelheid van de transacties en de operational costs gaan natuurlijk enorm naar beneden omdat je veel minder transacties hoeft te doen on-chain. Wat Charles ook nog aangeeft is dat dus Hydra en Mithril enorm veel samenwerken. Dat een en de ander eigenlijk van elkaar afhankelijk is. En dat ze de teams die daaraan werken ook, dat het gedeelde teams zijn die zich richten op deze projecten. Dat Hydra dus gebruik kan gaan maken van deze extra layer 1.x. Om dus transacties te gaan batchen. En deze daarna dus richting deze, als het ware, proof certificates kunnen gaan sturen. En dus dat Hydra dus een software is die dus gebruik maakt van deze Mithril Proof Certificates om dus transacties als het ware goed te keuren voordat deze on-chain komen. Als volgende onderwerp bespreekt Charles ook de komst van de input endorsers. Dit gaat geen plan zijn voor het aankomende jaar en wat meer voor de lange termijn. En zelf moet ik hier ook nog iets verder induiken, maar wat ik er tot nu toe uit kan halen in deze video is dat men voornamelijk momenteel bezig is met het schrijven van de SIPs, dus van het schrijven van de Cardano Improvement Proposals. En dat er veel onderzoek naar wordt gedaan en dat ze momenteel nog voornamelijk in de designfase zitten. Dus dit concept wordt nog over het algemeen meer ontwikkeld. Het idee van input in endorsers is dat, zoals we nu zien, hier wordt de blockchain wordt op dit moment
als het ware, ja, hoe zeg je dat? Synchroon, hoe zeg je dat? Ja, op volgorde worden de blokjes behandeld. En door middel van input en doorsters kunnen er veel dingen tegelijkertijd kunnen er gebeuren. Waarna deze zeg maar samengevoegd zullen worden in keyblocks en daarna weer veel dingen tegelijkertijd kunnen gebeuren. Ja, dit gaat dus een enorm ingrijpende verandering zijn in de structuur van de blockchain. En ja, wat enorm positief gaat zijn voor de speed en ja, ook positief voor de kosten. Want de kosten zullen enorm omlaag zijn. Ja, tussen neus en lippen door gaf Charles een klein inschatting in van wat voor gevolgen dit zal gaan hebben voor de snelheid op de blockchain. En hij zei, we praten niet over een keer 10, maar over een hele, hele, hele grote improvement van speed op de blockchain. Dus ja, dit is iets voor de lange termijn. Dus na dat bijvoorbeeld Plutus V3 en dus ja, improvements in de smart contract language, maar ook bijvoorbeeld Hydra en Mithril verder gelanceerd zullen gaan worden en andere dingen geoptimaliseerd, zal input endorsers uiteindelijk ja, de oplossing gaan zijn waarmee, ja, wanneer de transactiespeed echt naar de miljoenen zal gaan, zeg maar. Maar dit is een oplossing wat ja, zeker in de aankomende jaren nog niet nodig is om de blockchain goed te kunnen draaien. Dus echt iets voor de lange termijn. Charles vertelt ons dat de belangrijkste uitdagingen voor het realiseren van input endorsers zal zijn van hoe kunnen we dit op een manier doen waardoor het netwerk niet wordt stilgelegd als het ware. Dus niet net als Solana, die dus de afgelopen jaar misschien al 10 keer is gecrashed en weer opnieuw is aangezet. En hoe kunnen we dit doen om terwijl we gewoon decentralisatie als het ware waarborgen. Dus ja, je hebt het dan over een larger K. Dus we zullen meer stakepools nodig hebben. Meer, ja, dus, meer stakepools nodig hebben die dus de blockchain kunnen dragen. En ook zijn een paar key elements voor de ontwikkeling van input endorsers zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van Hydra en Mithril. Voornamelijk Mithril gaat dus een enorm grote rol spelen bij de ontwikkeling van input endorsers. Input endorsers gaat dan ook de final milestone zijn van de ontwikkeling van de Basho Era. De verwachting is dan ook dat met de komst van input endorsers de blockchain kan scalen tot 5 tot 10 jaar of use. Dus ja, dus vrij lange termijn moet het dus ja, moet input endorsers ons dus gaan helpen om de gewenste throughput te gaan leveren. Om dus ja, eigenlijk al bijna oplossingen op wereldschaal te kunnen dragen. Ja, daarnaast zijn er nog een paar andere facetten die ontwikkeld worden, net als Chronos, Fast Finality en Omega. Ja, wanneer we daar meer over weten, zullen we daar meer over vertellen. Dus abonneer je ons even op ons kanaal, wil je daarvan op de hoogte blijven. Ja, verder benoemt Charles dat input endorsers zo. Ja, als het ware, ja, zo'n groot project, zo'n ingrijpend project zal gaan zijn, dat niet kan gebeuren zonder tussenkomst van de community. Dus we hebben daar de steun van de community bij nodig en kan niet alleen maar vanuit IOG worden ontwikkeld. Een voorbeeld waarom belangrijk is dat input endorsers dus geleid zullen gaan worden door de community, is dat het dus ook bijvoorbeeld voor SPO's, dus voor stakeholder operators, enorm veel gaat veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een larger K wordt ingezet, maar ook bijvoorbeeld voor dat het staking mechanism wat wordt aangepast en dat dus ook de rewards, et cetera, het volledige experience zoals we die op dit moment gewend zijn van staken op Cardano zal iets worden aangepast. DC Spark is bijvoorbeeld een grote ontwikkelaar op Cardano, heeft al aangemeld om zich bezig te gaan houden met het schrijven van SIPs voor input endorsers en ja, dus ja, het is dus van belang dat dit niet een ontwikkeling gaat worden die alleen dus door IOG, wat we tot nu toe eigenlijk gewend zijn als het om Cardano Core updates gaat, ontwikkeld gaat worden, maar dat dit dus door de volledige community gaat worden opgenomen. Ook behandelt Charles de komst van sidechains. Dus sidechains die dus direct door middel kunnen gaan communiceren met Ouroboros, wat dus zeg maar het hart is van Cardano als het ware. Hetgene waar op dit moment ja, de proof of stake op draait. Deze sidechains kunnen los gaan communiceren met de mainchain, waardoor ja, bepaalde kunnen, ja, kunnen direct gaan communiceren met de mainchain, direct kunnen communiceren met Ouroboros. Waardoor dus andere applicaties kunnen worden gebouwd
bovenop de mainchain door middel van een sidechain. Dus je kan bijvoorbeeld een sidechain ontwikkelen speciaal geopereerd voor supply chain of voor privacy of ja, hier voor NFT's of bijvoorbeeld een EVM sidechain die dus werkt door middel van de logic zoals we kennen van Ethereum. Dus wil je alles weten over de Basho-plannen, dus de snelheidsoptimalisatieplannen van het Cardano-netwerk, dan raad ik je aan deze video van Let's Talk Basho te bekijken op het kanaal van Charles Hodgkinson. Maar wat ik hiermee dus wil aangeven is dat we nog steeds zo ontzettend vroeg zijn en dat de oplossingen die op dit moment worden gebouwd, dat we alleen nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien als het gaat om het zien van hoe onze blockchain, hoe Cardano er op lange termijn uit gaat zien. Ja, wellicht ben je er dan ook niet mee bekend, maar de doelstelling van blockchains is het oplossen van de blockchain trilemma. Je zegt Butor and Scalability Trilemma. Maar hoe kunnen we dus opschalen en tegelijkertijd decentraal zijn en secure? Dus dat is waar Cardano dus mee bezig is. Het is een proces wat continu aan wordt gewerkt en zeker op dit moment dus in de Basho-era kijken we naar scalability. En security hebben we eigenlijk als het ware hebben we al in de pocket in de eerste paar in eigenlijk voornamelijk het derde era in onze roadmap en decentralisatie ook. Maar hoe kunnen we opschalen terwijl we decentralisatie dus als het ware waarborgen en decentralisatie misschien zelfs ook nog vergroten? Er zijn namelijk nog wel enkele aspecten in het Cardano-netwerk die nog verder gedecentraliseerd moeten worden. Als het gaat om op dit moment, ze hebben de Cardano Foundation en Input-Output Global hebben nog vrij veel macht relatief over het netwerk. En over lange termijn moet de community dit gaan overnemen. En dit gaan we dus verder behandelen in het Voltaire-era. En ja, ik benoemde het er straks wel even. Dus de members-based organization gaat daar een rol in spelen. En ja, daar gaan we het in een andere video wat verder op in. Maar het komt er in principe op neer dus dat er meer beslissingen door de community zelf zullen worden genomen in plaats van dat deze dus door IOG worden of door de Cardano Foundation worden gedaan. Dus bepaalde ontwikkelingen moeten eerst worden goedgekeurd door de community. Dus zal dan een proces van stemmen op de blockchain ja, voor worden gerealiseerd. En ja, als het gaat om dus de governance hebben we het dan over. De governance, dus ja, onderdeel van decentralization is natuurlijk governance. Dus hoe besturen we de blockchain? Hebben we dus ook al onder andere de afgelopen jaren of afgelopen tijd de Project Catalyst ook gezien. Waarin we dus zien van nou, hoe dat dan werkt. Project Catalyst was eigenlijk één groot experiment. Of is nog steeds één groot experiment waarmee we dus funds uit de treasury dus toewijzen aan projecten die daarom vragen. Ja, maar dit stukje governance zal de aankomende jaren enorm worden vergroot. En dat zal dus in het Voltaire-era gaan gebeuren. En ja, dit is natuurlijk enorm belangrijk. En ja, de enige blockchain die op dit moment volledig gedecentraliseerd is Bitcoin. Maar op lange termijn zal Cardano dus met al deze functionaliteiten die we dus kunnen bieden en al die smart contract functionaliteiten, zullen we dus net zo gedecentraliseerd of gedecentraliseerder worden als Bitcoin. En ja, tegelijkertijd wel alle functies kunnen en al die diensten kunnen aanbieden, ja, die je dus van een blockchain kan verwachten. Dus om af te sluiten, kijken we weer even naar de grafiek en dan zien we dus dat in het afgelopen jaar dus dat we een prijsdaling hebben gezien van 85%. Ja, zoals we zien, dus, maar ja, het is nu dus de vraag van wat denk jij wat er gaat gebeuren in de afgelopen jaar, aankomende jaren? Ja, als we dus net de video van Charles uitgebreid hebben bekeken, zien we dus dat we nog ontzettend vroeg zijn in de ontwikkeling. En dat natuurlijk macro-economische aspecten een rol spelen bij de koersen van de dag van een bepaalde asset. Maar ja, dus het is ook ontzettend vroeg en dat tegelijkertijd met dus het voorbeeld wat we hebben gegeven ten opzichte van andere asset classes die misschien nogal enigszins meer ontwikkeld zijn. Ja, wil ik geen advies daarover geven over bepaalde investeringen of dat je wel of geen kanaal moet kopen, maar alleen even alles mooi in zijn perspectief plaatsen. En dan om af te sluiten wil ik nog wat andere updates geven. Zo hebben wij de laatste tijd wat blogs gepubliceerd. En dit zijn een aantal blogs die we eigenlijk vertaald hebben van andere bronnen. En dat zullen we de aankomende tijd wat meer blijven doen.
Bijvoorbeeld, ja, wil je meer weten over bijvoorbeeld het UTXO-model van Cardano en in hoeverre dit dus verschilt met bijvoorbeeld het account-based model, hebben we hier dus een Nederlandstalig artikel op onze website staan. Ja, lees dat eens terug als je dat interessant vindt. En ook hebben wij een artikel geplaatst over bijvoorbeeld de vergelijking van staking tussen Cardano en Ethereum. Dus ja, ben je meer geïnteresseerd in het Cardano-netwerk en wil je wat meer weten, kijk dan op bitterballpool.nl onder blog. Daar vind je ook een link naar ons YouTube-kanaal. Die vind je dus hier. En daar zie je dat wij dus wekelijks een update plaatsen over het Cardano-netwerk. Over wat er allemaal gaande is. Waarvan dit dus update nummer 7 is. En ook organiseren wij om de week op maandagavond een Cardano-kroeg op Twitter. En deze nemen wij dan ook altijd op. En die posten wij achteraf ook op YouTube. Dus dat zijn dingen die je in de gaten kan houden. Zo aankomende maandag organiseren wij weer een space. En daarbij zal ook Max aanschuiven van Amsterdam Node. Want die heeft namelijk kort geleden zijn eigen NFT-project heeft hij opgestart. En ik heb de website hier even bijgenomen. Het gaat om ADA Timestamp. En ADA Timestamp, daar gaan we dus alles over leren aankomende maandag. Over wat de plannen daarmee zijn en wat het precies inhoudt. En waarom dit zo'n interessant NFT-project is. Dus ja, schuif daar zeker bij aan. Dus aankomende maandag om 8 uur 's avonds. En de link kun je vinden op ons Twitter-kanaal. Maar die zal ik ook even onderaan deze video plaatsen. Een andere update van onze pool is dat we zijn toegetreden tot de Cardano SPA, dus de Single Pool Alliance. En dit houdt dus in dat we hoogstwaarschijnlijk ook kunnen gaan deelnemen aan de Indigo Airdrop, dus de distributie van de Indie tokens. Dus ja, daar gaan we verder alles over in de gaten houden. Indigo had aangegeven dat er nog wat additionele voorwaarden zouden komen aan de Airdrop. Maar ja, mocht je dus kans willen maken om mee te participeren in deze airdrop, delegeer je dan aan onze stakepool. Dat is de sticker BitB of de Bitterball Cardano stakepool. En nog een andere update die we voor je hebben is dat we ook naar al onze video's en Twitter Spaces, dus alles wat we ook op YouTube plaatsen, vanaf nu ook in je podcast apps te vinden is. Dus wij hebben onze channel toegevoegd aan de Spotify podcast, dus die kan je vinden dus onder de Cardano Bitterbal podcast. En daarnaast ook op Apple Podcast kan je ons vinden. En daar zullen wij dus in de toekomst, waaronder ook deze video, op gaan uploaden, waardoor je dus ook de video's mocht je het dus zonder beeld willen zien, dus onderweg kan luisteren. Wel zo gemakkelijk. Dus abonneer je daarop. En om af te sluiten, deze video wordt dus gemaakt door de Cardano Bitterball Pool. Wij zijn een Nederlandse Cardano stakepool en wij richten zich op het bieden van goede informatie over Cardano voor Nederlandse investeerders. En daarnaast delegeren wij vijf, of sorry, daarnaast sponsoren wij de Nederlandse Voedselbank met 25% van de poolopbrengsten. Dus wil je ons ondersteunen en wil je deze content ondersteunen, delegeer je dan aan onze pool. Of abonneer je op ons kanaal voor toekomstige video's. En dan zien we je graag terug bij een volgende week. Dus weer bij een nieuwe Cardano News Update. Of aankomende maandag in de Nederlandstalige Twitter Space.